Vanaf vliegbasis Eindhoven is donderdagochtend om 8:15 een KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht vertrokken richting het rampgebied in de Filipijnen met 29 ton aan hulpgoederen aan boord. Nou, in totaal is het 29.000 kilo aan hulpgoederen en die bestaan uit 5.000 zeilen. Dat zijn tentzeilen die gebruikt kunnen worden voor onderdak. Dan zijn er 10 solarlampen van Philips, die zijn gedoneerd. En ook nog 2 medische kits. En als je aan medische kits denkt, dan is dat een heel veel verschillende medische apparatuur en medicijnen, et cetera, voor 10.000 mensen genoeg voor een periode van 3 maanden. Ja, want het lijkt, 35.000 kilo aan materiaal lijkt veel, maar is het niet gewoon een druppel op een gloeiende plaat? Het is niet veel als je in zijn totaliteit kijkt wat er nodig is. Maar alle beetjes helpen en ook deze vlucht is heel belangrijk. Het is toch een beetje moeilijk hier om in te schatten hoe groot de omvang van de ramp eigenlijk is. Kunt u dat plaatsen eigenlijk als je het vergelijkt met andere rampen uit het verleden? Om het te visualiseren, het is 50 kilometer breed. Dat is het allerergste gedeelte. En dan moet je in Den Haag beginnen en dan eindig je bij de Poolse grens. Zo groot is het. Het is 9,6 miljoen mensen. Dat is dus veel meer zelfs dan in de ramp in Haiti. Dus 9,6 miljoen mensen zijn direct in deze regio door deze ramp beïnvloed. Maandag is er een grote inzamelactie van Giro 555. Tot gisteren hebben we 3,5 miljoen nu ingezameld. Daar zijn we heel erg tevreden over. We werken naar een hele mooie dag toe. Aanstaande maandag vanaf 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. Met alle publieke en commerciële zenders en ook radio. En hopen ook dat ook vanuit de regio Eindhoven veel mensen en bedrijven naar Hilversum zullen komen. Thank you.